Ik ben Gerda Dapper en ik heb dit schilderij gemaakt van Mericia. Het hangt hier in het Coda. En omdat zij Apeldoornse is en een Apeldoornse met andere roots, met een kleur, is dit de serie, de eerste van de serie die ik wil gaan maken van Apeldoorners met kleur. Zij is heel bijzonder. Zij heeft een koprobekkie op haar schoot en dat zegt dat het schilderij heet Verbinding Curaçao met Suriname. Want de koprobekkie komt oorspronkelijk uit Suriname en daar vertelt zij het een en ander over. Oké. Ik ben dus Mericia Machena, geboren op Curaçao. En ik vind het geweldig dat Gerda zich laat inspireren, met name omdat volgend jaar we 150 jaar afschaffing van de slavernij vieren, om dit zo te schilderen. En het is de verbinding tussen Curaçao, staat eigenlijk voor de Antillen, met Suriname. Ik zit hier gekleed in een traditionele klederdracht van Curaçao, wordt ook op de Antillen gedragen, bij speciale folkloristische bijeenkomsten. En in mijn handen heb ik een koperen tel, koperbikkie heet dat. Het is een erfgoed, hè, culturele erfgoed van Suriname. En hier kan je zien dat het uit Suriname, of over Suriname gaat, de verbinding Curaçao-Suriname, door de vlag van Suriname die in zit. Er zitten ook hier waaiers, bij ons is het heel warm, hè? Gebruiken we waaiers. Maar het bijzondere is dat bij verjaardagen wordt een koprobikkie ook gegeven, niet alleen bij culturele festiviteiten gebruikt, maar ook als iemand jarig is. En de kleur van de waaiers geeft aan hoeveel jaren die persoon heeft. En toevallig, ik ben over de 60, en de paarse kleur geeft aan dat je 60 bent of richting 70, zullen we maar zeggen. Okay. En hier ziet u een stof, maar het is een bijzonder patroon van de marrons eigenlijk. Dus bijzondere stof van de marrons. De marrons zijn eigenlijk slaven die bij het begin al gevlucht waren de oerwouden in, diep in de oerwouden. En ze hebben hun eigen gemeenschap opgericht, zullen we zeggen, opgebouwd. De overheersers, die waren hartstikke bang voor hun, maar ook dat zij respect hadden voor hun. Omdat zij de plantages aanvielen om de slaven te bevrijden, zullen we zeggen. Dus marrons is heel belangrijk en vroeger heette ze bosnegers en toen werd het boslandkriolen en nu heette ze marrons. Hier ziet u een bloem, hortensia. En hier, heel subtiel, heeft Gerda een flesje getekend. Maar het is niet zomaar een flesje. Want kenners weten waarvoor dat staat. Dat is de Florida water, bloemenwater. Die wordt gebruikt voor jezelf, om je eigenlijk te schonen. Maar ook bij spirituele en bijeenkomsten. Spirituele bijeenkomsten en rituelen. Rituelen. Okay, ja. En op Curaçao, Zuid-Amerika, Suriname, wordt het altijd voor gebruikt. Dus dat geeft ook aan dat zo'n tel niet zomaar iets is. Okay. Het heeft een heilige betekenis. En als het voor rituelen wordt gebruikt, dan wordt behalve de oude Florida, wordt sigaren, dranken ingedaan. Allemaal voor de geesten. Mm-hmm. En als slot, als u goed kijkt, dat donkere blauw heeft Gerda in verwerkt in de verf. Dat is blauw. Blauw in het Nederlands, wij zeggen blauw. En het neemt een heel belangrijke plek in onze cultuur, Curaçaose, Surinaamse, omdat het blauwse staat voor bescherming, maar ook voor bescherming van slechte ogen. En baby's worden vaak ingesmeerd. Okay. Dank u wel. Ik zou u aanraden om meer te verdiepen in onze culturen, alvast voor volgend jaar. Okay. Dank u wel.